rond Hannover komt hier een windhoos langs. Eén sloot water was het zwaar en op 10 keer wind. Nou, tegen een tweede boom, alles lag plat. Een 10 keer regen kwam eraan. En denk op een knal en alles lag plat. Nou, dat was een strook van plus minus 50, 60 meter breed, die windhoos. En die is gewoon hier tussen de huizen doorgegaan. En die heb ik de bomen meegepakt. En aan die bomen mee. En hij is zo recht overgestoken, zo ja. Wat zit hier helemaal niet diep? En ze hebben de laatste jaren hebben ze ook die trottoirs opgehaald. Waar die, ze waren omhoog gekomen. Dus die bomen waren steeds onstabieler. En ze hebben geen recht naar beneden toe, die bomen niet. Dus die hebben een heel vlak worteldek hebben die. Ze zijn ook niet zo sterk, niet meer. En daar is ook het probleem hier ook van.